Breda Nu. Je weet het meteen. In het Rabobankgebouw in Breda werden deze week de Breda Startup Awards uitgereikt. Verschillende ondernemers verzamelden zich om de uitreiking mee te maken. Er waren gastsprekers aanwezig en de prijs werd uitgereikt door wethouder Boas Adank. Ja, dit was de awarduitreiking van de Breda Startup Awards. Waarin we twee prijzen hebben uitgereikt aan succesvolle en kansrijke ondernemers in Breda. Ja, er zijn in ieder geval twee awards uitgereikt. Dus een Community Award, echt een publieksprijs, en de Startup Award. Iedereen kon zich eigenlijk nomineren de afgelopen maanden. Dus we hebben tegen de 100 nominaties gehad. Dienstverleners, maar ook een aantal mensen van de provincie Noord-Brabant. Dus BOM onder andere, de ontwikkelingsmaatschappij. Maar ze ook zeker vanuit gemeente Breda, Starterslift, Business Coach Breda. Dus ja, diverse partijen die ondernemerschap ook in het vaandel hebben. En ook zeker juist ondernemers, want daar draait het om. Ondernemerschap staat vaak voor vernieuwing en innovatie. En hoe vaker je de boel opschudt, dus met vernieuwing bezig bent, wat vaak ondernemerschap is, hoe beter dat is voor de economie van de stad. Het gaat goed en het kan veel beter. Dus daar gaan we natuurlijk voor. We willen één missie vervullen, dat er meer ondernemers opstaan. Veel mensen hebben een idee, maar durven misschien niet te ondernemen. Dus dat willen stimuleren. En twee, ja, als het dan goed gaat en je gestart bent, ja, durf dan ook op een podium te gaan. Vaak ben je met jouw droom bezig, jouw ambitie. Vertel dat ook. Dat we ook buiten Breda juist vertellen hoe gaaf deze stad is en hun ondernemers is. Want de winnaar van de Startup Award 2017, de Rutger Dokter. Dus we zijn super blij en we vinden het vooral heel erg cool dat er dus zoveel enthousiasme is voor een dienst die wij zelf ook gewoon elke dag met enorm veel enthousiasme verlenen. En dat is heel fijn om te merken. Wij zijn dus een medisch bedrijf en wij verlenen diagnostiek aan mensen die van de huisarts komen. En we doen dat vooral heel snel en heel servicegericht. Ja, dat was, we hadden natuurlijk van tevoren al een hele, waren een aantal genomineerden, 10 stuks. Die hebben ook allemaal gehoord, konden allemaal heel goed doorvragen. Dus het was een behoorlijke intensieve middag geweest. Daar hebben we uiteindelijk 3 finalisten uit geselecteerd. En die waren ook allemaal eigenlijk winnaars. Zoals Boas, onze wethouder, het ook al aangaf, het zijn eigenlijk alle 3 winnaars. Dus het was ook vrij moeilijk om daar uiteindelijk een beslissing in te nemen. Want ze waren allemaal stuk voor stuk goed, allemaal goede ideeën. De kans dat ze doorgroeien is bij alle 3 allemaal even groot. En ze waren alle 3 ook totaal verschillend. Ja, het is natuurlijk een heel mooi aanbod. En het is heel leuk om daar onderdeel van te zijn. Ja, heel divers was het ook. Ik vond het echt een hele interessante avond. Breda Nu. Je weet het meteen.